Onkeerbare reacties komen om ons heen heel veel terug. Denk bijvoorbeeld aan het waterdamp wat in de lucht zit, wat als het werk afkoelt 's avonds condenseert tot dauw en dan 's ochtends in de verwarmende ochtendzon weer verdampt in de lucht en boven een slootje in evenwicht blijft met de lucht erboven. Of bijvoorbeeld de frisdrankfles die onder druk van koolzuur wordt voorzien en lekker prikkelhoudend is. Je krijgt hem onder druk vanuit de winkel en dan met de topper afgaat, dan gaat ook langzaam de koolzuur weer uit. Een industrieel voorbeeld van de omkeerbare reactie is de productie van ammoniak. Bij ammoniak wordt waterstof en stikstof onder druk gezet en verwarmd om ammoniak te maken, maar niet alles reageert, dus dan moeten ze weer eerst ammoniak eruit halen voordat het reageert.